Goeiedag. De dag die begon op veel plaatsen grijs met mist. Die mist die trok maar heel langzaam op vandaag en trok ook naar het noorden toe. Vanmiddag was het juist grijs in het noorden van het land. Maar op sommige plaatsen was er ook gewoon blauwe lucht vandaag te zien. Was het een prachtig mooie ochtend. Ja, de komende dagen moeten we toch wel rekening houden met veel bewolking. En ook iedere dag kans op regen. En soms is die kans gewoon heel groot. En ziet het eruit dat de paraplu nodig is. We zien op de weerkaart ook zo'n storing liggen boven Groot-Brittannië donderdagavond. En die storing met regen die komt onze kant op. En dat betekent dat het komende nacht, de nacht van donderdag op vrijdag, geruime tijd gaat regenen. Ook morgenochtend trekt die regen nog over het land. Maar dan wordt het vanuit het westen geleidelijk aan drogen. Maar u ziet het al, zaterdag volgt er alweer een nieuwe storing met regen. En ook zondag houden we het lang niet overal droog als er later op de dag weer een volgende storing komt. Dat zien we hier gebeuren. Kortom, de komende dagen is het nat. Wat wel opvalt is de temperatuur, want die gaat een stuk hoger uitkomen in vergelijking met de afgelopen dagen. Ik ga nog even terug naar die neerslag die we komende nacht gaan krijgen, want die gaat vallen bij temperaturen in het noorden toch echt wel dicht bij het vriespunt. En het ziet er zelfs naar uit dat er mogelijk in Groningen en delen van Drenthe nog wat natte sneeuw eerst gaat vallen. Het model hint daar ook wel een beetje op. Hier zien we het gelijk aan wat rozig worden. Maar dat trekt wel allemaal verder weg naar het noordoosten. En dan gaan de temperaturen verder omhoog. En in de middag dan is de temperatuur in het zuiden bijvoorbeeld al ruim 7 graden. Ja, vannacht dus wel wat verschil in die temperatuur. In het noorden rond het vriespunt, in het zuiden zo'n 2 tot 3 graden. En die regen die trekt dan vanuit het zuidwesten binnen. Het duurt dus wel even voordat de neerslag gaat vallen in het noordoosten van het land. Het kan in ieder geval hier wel wat glad gaan worden. Houdt u dat in de gaten. De wind die waait uit oostelijke tot zuidoostelijke richting en is matig tot vrij krachtig. En morgen overdag in de ochtend waarschijnlijk nog wel wat regen wat wegtrekt. In de middag kan het nog wel in het noorden vallen. Maar de temperatuur is dan wel inmiddels wat opgelopen. En in het zuiden gaan we zelfs naar 8 of 9 graden. In de loop van de middag misschien daar ook nog wel een paar opklaringen. De wind die blijft voorlopig nog even uit het zuidoosten waaien. De dagen erna, nou dit is niet een al te optimistisch plaatje. Iedere dag is er dus kans op neerslag. Het is niet zo dat het continu aan het regenen is natuurlijk. Er zijn ook droge perioden, vooral die zondag. Die kent toch ook wel lange droge perioden. En de temperatuur, 10 graden of hoger. Het is echt wat zachter geworden. En dat kunnen we ook terugzien in de nachttemperaturen. Nog een fijne dag.